Ja, natuurlijk Fishy hier weer en welkom weer bij een hele nieuwe Q&A. Hashtagje 84 alweer en het is vandaag 7 augustus 2016 en het is my birthday, jawel. Op 7 augustus 1980 kwam deze mogol ter wereld. En ja, ik ben dus nu 36 jaar alweer. Het gaat echt super hard. Ik begon dus met YouTube toen ik 31 was, want ik begon met YouTube eind juli. Nou, in ieder geval tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe Q&A. Vergeet niet even een like te geven, dat zou tof zijn. Natuurlijk altijd, je weet toch zelf. En de gameplay op de achtergrond is van We Call It Dutch. En hij is echt een superbaas in MW3. Hij haalt die 125 kills op de map Resistance met een dubbel MOAB. Ik wou zeggen nuclear, maar dat heb je natuurlijk niet in MW3. Nee, een dubbel MOAB. En heb je natuurlijk gameplay van mij, stuur het even op naar mij, fishinator89@gmail.com, zou super tof zijn, want ik heb wel gameplay nodig, mag Black Ops 3 zijn, mag elke kot zijn, maakt niet uit, als het maar liever Call of Duty is, maar het mag ook CSGO zijn, of Doom, of weet ik veel, of Battlefield, mag ook, maar het liefst Call of Duty. Okay. Hebben jullie heel wat vragen? Heb jij natuurlijk een vraag aan mij? Laat het achter bij de comments, en dan gaan we verder. Yes. Niet zo'n heel lange Q&A vandaag, een keertje. Ivootje vraagt aan mij van Q&A, wat vind je zelf de leukste intro die je ooit hebt gehad? Best leuke video weer. Nou, ik vind eigenlijk elke intro die ik gehad heb leuk, want anders zou ik het niet ervoor doen. Want ik kies natuurlijk geen intro die ik ervoor zou doen. Maar ik vind mijn Black Ops 3 intro wel heel erg vet. He, dat doen. Can you feel it? Yeah, oké, die dus. En mijn oude intro vond ik eigenlijk ook wel grappig met dat visje. Dat is eigenlijk zo simpel, maar dat was wel grappig. Eigenlijk vind ik ook de intro's leuk die bijvoorbeeld voor mij gemaakt worden. Als ik bijvoorbeeld een singleplayer doe, zeg maar wat van Uncharted. Of bijvoorbeeld Doom, die van gisteren. Dat vind ik ook vet als zulke intro's voor mij gemaakt worden. Omdat ik het gewoon leuk vind, omdat het een beetje hoort bij de game die ik speel, zeg maar. En dan heb je zo'n eigen intro ervoor. En dat vind ik gewoon super vet. Dus dat is het eigenlijk. Ik vind eigenlijk elke intro leuk. Wel voor een wagen kiezen, ja. Jeppa, waarom krijgt Wendy jou altijd af? Hadden jullie vroeger iets of is het gewoon jongens lagen? Kusjes vragen, eerlijk. Nee, we hebben niks gehad. En ik denk ook niet echt dat Wendy op mij zou vallen. En ik val ook niet echt op Wendy. Dus dat is heel simpel. Maar ik vind Wendy wel vooropgesteld een tof wijf. Ik kan het wel zeggen, toch? Het klinkt een beetje wijf, klinkt altijd slecht, maar tof wijf. Gewoon klaar. Dat mag ik wel zeggen. Wendy en ik hebben natuurlijk heel veel met elkaar meegemaakt. En Paul en ik ook. En het is zo dat ze af en toe best wel geïrriteerd reageren op mij. Maar er zit wel een... Dat ik denk van, nou weet je wat, ik begrijp wel dat ze zo reageren. Al vind ik wel... Dat Wendy, dat moet wel weten na 16 jaar hoe ik ben, zeg maar. Want ja, na 16 jaar ken je wel iemand, toch? Dan weet je van, ja, die heeft zijn dingen. Ik weet ook van Wendy bepaalde dingen dat ik denk van, oh, Wendy, please. Weet je, niet doen. Weet je, dat is ook niet leuk, weet je. Maar dat is een beetje accepteren. Maar ja, Wendy is gewoon de anders erin en daar kan je niks aan doen. Maar ja, ik hou wel van haar. Om zo te zeggen. Ja, ik hou echt heel van haar. En ze doet ook heel veel voor me, echt waar. Ze heeft bijvoorbeeld gewoon hier... Toen ik net hier woonde, ging ze bakjes met eten sparen en zo. En dat mag ze nog steeds trouwens doen, want ze maakt hele lekkere kippenzoek. Maar, dat deed ze voor me door en zo. En dan zie je wel dat ze ook wel om mij geeft, mag ik wel aannemen. Dus ik vind Wendy echt een topper. En ze is af en toe wel geïrriteerd op me. En soms denk ik van Wendy, je gaat te ver. Dat hoor je niet te zeggen. Maar oké, weet je, dat accepteer ik wel. Weet je, zij moet dingen van mij accepteren, ik moet dingen van haar accepteren, zo simpel is het. En ja, nogmaals, het is gewoon een topper, klaar. En ja, we hebben wel gezeik. En ja, ze heeft ook wel eens gelijk. Volgende vraag, Chaniel. Q&A, wat vind je van boten? Leuke vraag trouwens, want ik heb zelf namelijk vroeger boten gehad. 2 om precies te zijn, ja, gewoon 1 natuurlijk tegelijkertijd. Maar 2 zeilbootjes van ongeveer 7 meter met een kajuit erboven. Dat betekent dat je erin kan slapen, zeg maar. Tenminste, ik kon erin slapen. En ik heb een zeildiploma gehaald, trouwens. Ik vond het superleuk altijd boten, maar tegenwoordig is het gewoon echt fucking duur. Liggeld is echt super duur als je ergens moet liggen en zo. Ik zeg maar 1,50 euro per meter per nacht. Dus
ja, reken maar na, dat kost gewoon fucking veel geld. Daarnaast ligt je lichtplaats op zich in een jachthaven ongeveer zo'n 1000 euro per half jaar. Ja, dat is voor mij niet betaalbaar meer. En het was toen de tijd al niet betaalbaar voor mij zowat. Toen was het zeg maar 1000 gulden per half jaar. Maar ja, ik heb het gewoon weggedaan. En mijn ouders hebben trouwens nog wel steeds een boot. Die wonen ook aan het water. En die hebben gewoon een boot nog. En mijn vader is helemaal dol op boot. Die heeft vanaf jongs af aan al een boot. En ja, ik vind het ook wel leuk om mee te varen. Ja. Ik heb ook trouwens wel eens vlogs geüpload. Dat ik op de boot was. Moet je maar eens even googlen op mijn kanaal. Volgende vraag van Platinum Game Channel TM. Yes, hoe kom je aan de naam Visionator? Ja. Nou, ik heb dat al vaker verteld, maar ik ga het toch nog even heel kort vertellen. Ik dartte vroeger altijd met Paul en Paul noemde mij Fish. Omdat ik namelijk heel raar mijn bek open trek met darten. Heel raar was dat. Zag het in ieder geval uit, niet zo, maar je begrijpt wat ik bedoel. In ieder geval, ik deed mijn bek open als een vis en hij noemde mij gewoon Fish. En iedereen noemde mij op laatst Fish en iedereen van mijn vriendenkind toen tijd noemde mij gewoon Fish. Ik heet gewoon Fish. Je kan zelfs ook googelen Chris de Fish. Dan vind je nog allemaal statistieken van mij. Ook leuke dingen trouwens die ik gehaald heb met darten. Ja, daarna heb ik gewoon een gamertag aangenomen toen ik gewoon mijn Xbox 360 gekocht. Toen moest ik een gamertag kiezen, Visionator. Tenminste, de Fish 180 NL koos ik toen. He, 180 is van darten natuurlijk. En later nam ik een nieuwe gamertag omdat ik opnieuw achievements wou halen. Ik dacht bij mezelf, weet je, dat is leuker als je een nieuwe gamertag hebt, want dan kan je het gewoon opnieuw halen dingen. En toen had ik dus de Visionator NL gekozen. En ja. Dat is gewoon mijn YouTube-kanaal geworden, want ja, het is gewoon een heel makkelijke naam. Ik vond het gewoon een leuke naam. En ja, ik vind het ook eigenlijk een beetje... Toevallig is het gewoon... Ja, ik vind het gewoon beter als je YouTube-naam hetzelfde is als je gamertag, zeg maar. Dat vind ik gewoon een beetje leuk staan. Simpel is het eigenlijk. Gijs Kemp, volgende. Zou je het erg vinden als je vriendin groter zou zijn dan jou? Ik zou het absoluut niet erg vinden, want ik heb al eerder vriendinnen gehad die groter waren dan mij. En ik ben nou eenmaal een klein duimpje, dus ik ben 1,70 meter. Ik vind het nog eens wel heel klein hoor. Want ik heb vriendinnen gehad van 1,65 meter. Mijn vrouw was 1,63 meter zelfs. Mijn ex-vrouw. Dus ik heb ook vriendinnen gehad van 1,80 meter. Dus ja, het maakt mij niet uit. Ik let er helemaal niet op. Volgende vraag van Freedom Pro Gaming. Ook alweer over vrouw. Een rijke vrouw die fucking lelijk is of een mooie vrouw die arm is. Nou, het maakt mij helemaal niet uit of je nou lelijk bent of... Nee, lelijk is een groot woord. Wat is lelijk? Dat is een goede vraag. Wat is lelijk? Want ik... Ik val op allerlei soorten types. Ik val echt op persoonlijkheid. Dus ik kijk niet echt naar lelijk. Ja, tuurlijk wel. Het moet niet met alle respect. Ik hou wel van... Het maakt niet uit als een kilootje erop zit, snap je? Dat maakt niet uit, maar het moet wel door de deur heen passen. Zeg maar wat. Maar andersom is het zo, zeg maar. Ik wil niet dat ik als ik iemand aanraak, dat die gewoon in elkaar valt, zeg maar. Dat ik denk van... Ik moet oppassen, want het breekt er alles, zeg maar. Dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon lekker stevig meid en moet lekker gewoon... ja, oké. Okay. Nou, de rest kan je zelf visualiseren, zeg maar. Maar in ieder geval, ja, het maakt mij niet uit. Dus zeg maar fucking lelijk. Ja, dat is een groot woord. En een mooie vrouw is ook een groot woord. Dus moeilijke vraag. Ik kan niet echt op antwoorden. En rijk en arm, dat lijkt me helemaal. Maakt mij helemaal niet uit. Ik ben zelfs arm als een kerkrak. Gat. Gat. Yes. Volgende vraag. Mats de Gek. Welke map vind je het leukste van alle gods? Jawel, MW3 Arcaden, dat is mijn favoriete map. Volgende vraag van Jan Douwe Besseling. Q&A. Hoe oud was je toen je eerste vriendin had? Toen ik mijn eerste echte relatie had, ik denk dat ik 17 was. Dat ik echt zeg van eerste relatie waar ik een jaar mee was. Nog een vraag van Fire Piro. Q&A, wat zou je willen als je nog 48 uur, oftewel 2 dagen te leven hebt? Fishy power! 48 uur leven. Ja, ik denk dat ik allerlei dingen zou doen die ik niet durf normaal gesproken. Dus bungee jumpen, vanuit vliegtuig springen. Ja, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen zou ik wel doen, denk ik. En ik denk dat ik ook naar familie zou gaan. Ja toch? Gewoon een dagje optrekken met de hele familie. En een vraag van Mats de Gek, Q&A, welke YouTuber gun je meer subs? Jawel. Nou, ik heb geen flauw idee, ik gun mezelf meer subs. Maar ja, dat is altijd lastig. Ik heb geen flauw idee, joh. Welke YouTuber gun je meer subs?
Ik weet het niet. Ik denk dat je de subs krijgt die je verdient. Al vind ik wel dat sommige YouTubers enorm snel groeien. Terwijl ze zelf eigenlijk nog niks gepresteerd hebben. Mijn mening, zeg maar. Dus ik ga deze pasen. Ik weet het echt niet. Laat het achter bij de comments wie jij meer subs gunt. Of misschien gun je mij wel meer subs. Laat het achter. Nou, de Q&A is weer over. De gameplay is over, jongens. Vergeet niet te liken. Tot de volgende keer. En bye bye. Later.